Goed, welkom Stefan de Berge van SPA. In 2021 komt er een Europees verbod op wegwerpplastic. Laten we het heel kort hebben. Wat houdt dat verbod in? Wel, de Europese Unie heeft nu eindelijk ook haar verantwoordelijkheid genomen om naar de toekomst toe een verbod in te voeren op het gebruik van allerhande wegwerpplastics. En dat gaat dan het verbod op plastic rietjes, wattenstaafjes en plastic bestek, die dan eigenlijk vanaf 2021 verboden moeten worden. Ja. En Vlaanderen wil een voortrekkersrol spelen, wil anticiperen op wat Europa heeft aangekondigd. Is dat verregaand genoeg? Is ze ambitieus genoeg? Wel, ik denk dat Vlaanderen vooral wil laten uitschijnen dat ze daarop anticiperen. Maar ik vind dat ze niet ambitieus genoeg zijn. Want uiteindelijk heb ik heel uitgebreid het zomerakkoord gelezen, die zij in het kader van het verpakkingsafval willen uitvoeren. Ik heb ook de plan van de sector doorgenomen. En als je die twee plannen naast elkaar legt, dan vind ik dat de Vlaamse regering de ambitie blijft missen om een integer en goed afvalbeleid en zwerfvuilbeleid te gaan voeren. Ja, maar in 2019 komt er onder meer een verbod op plastic kassazakjes, onnodige bestikkering van groente en fruit. Dat gaat dus niet ver genoeg. Dat zijn kleine maatregelen. Wel, verbod op plastic zakjes. De sector heeft een voorstel gedaan om dat al tegen eind 2019 te doen. Ja, in Vlaanderen zegt men ook 2019, maar men sprak al van 2021. Dus ik denk dat men daar al lang die stappen had kunnen nemen. In Wallonië en Brussel heeft men daar al proefprojecten klaar voor, die ook trouwens zal goed werken. Wij met Vlaanderen komen een stuk achter. De sector heeft ook gezegd van oké, wij willen voor grote evenementen milieuvriendelijke bekers en andere verpakkingen verplichten voor evenementen van meer dan 1000 deelnemers. Ja, Vlaanderen zegt wij gaan dat alleen maar doen voor evenementen die georganiseerd worden door de hogere overheden. Ik kan nog een aantal van die voorbeelden opnoemen en ik vind dat men daar niet te ver in gaat. En wat men vooral daarin stoort is dat men ook hard werk wil maken van het recyclagegebeuren, dat recyclagecijfer naar boven brengen, maar dat men daar nog altijd de juiste cijfer niet voor heeft. Daarover gaan we het zo meteen hebben, maar ik begrijp dus dat u zegt Vlaanderen verstopt zich achter de instanties, achter de sector. Ze spreekt ook over dat ze rekent op de federale overheid. Ze neemt te weinig het voortouw. Wel, Vlaanderen neemt zo goed als niet het voortouw. Als je de minister al de voorbije jaren daarover ondervraagt, en we hebben dat al diverse keer gedaan, dan heeft ze altijd wel een uitleg klaar. Als het over het invoeren gaat van statiegeld, ja, dan legt zij de hete aardappel in het bord van de sector. Ja, oké, ik denk als je beleid voert, doe dan dezelfde inspanningen, hak dan zelf die knopen door en neem daar dan voortouw in. Ja. En die ambitie mis ik. En ik denk dat ook de burgerinitiatieven dat voelen. Want er is daar heel veel reactie op. Heel wat burgerinitiatieven storen zich aan het feit dat die acties niet worden ondernomen. Want ik ben heel nauw in contact met veel van die initiatieven. En die mensen zijn echt gefrustreerd waarin ze zeggen van oké, wij proberen wel initiatieven zelf te nemen. Maar de hogere overheid, de Vlaamse overheid, komt alsmaar achter. En ik vind dat dat niet kan. Ik denk dat Vlaanderen daar moet de bakens gaan uitzetten, daar het voortouw in nemen. Heel duidelijk gaan zeggen op basis van wat, welke beslissingen worden genomen. Maar dat gebeurt vandaag ook niet. En telkens in de commissie krijg je dan die warrige uitleg van de minister die dan tal van andere zaken er gaat bijtrekken, maar echt nooit to the point komt van wat ze nu precies wil. Ja, inderdaad. U blijft met heel veel vragen zitten. Hoe zit het met het statiegeld? Er zal een statiegeldsysteem komen, zegt de minister, als de doelstellingen niet worden gehaald. Wel, de minister zegt dat niet in zoveel woorden. De minister zegt van wij leggen bepaalde doelstellingen op aan de verpakkingsindustrie. Op basis van welke cijfers dat zij dat zal doen, want ik zeg altijd meten is weten. Ja. Op basis van welke cijfers zij dat zal doen, kan ze mij nog altijd niet zeggen. Ja, dat daarover vooral, zijn er nog heel veel vragen. Er zijn daarover vragen van, gaat dat over zwerfvuil, gaat dat over recyclage? Want als de cijfers die op vandaag worden gebruikt, zijn cijfers die helemaal niet juist zijn. Want er zijn twee studies geweest van Recycling Network en Recover Cycling, die zegt van wij, in samenwerking met de Universiteit van Leuven, twee onafhankelijke studies, die zeggen dat de cijfers die op vandaag gebruikt zijn, niet de juiste cijfers zijn. Dus wij vragen aan de minister nu al maandenlang, op basis van welke cijfers zul je de mensen die het moeten verminderen, beoordelen. Ja. Zij kan daar niet op antwoorden. Zij spreekt altijd van die nulmeting. Maar wat is een nulmeting? Wat is de juiste nulmeting? Dus één, zij moet duidelijke cijfers naar voren brengen die juist zijn. Want dan pas kun je gaan vergelijken en kun je ook straffen opleggen als, of boetes opleggen als doelstellingen nu worden bereikt. Maar ik vind nog altijd, als je weet
dat 40% er minder zwerfvuil zal zijn bij de invoering van statiegeld, nog in het plan van de sector, nog in het plan van de Vlaamse overheid, het zomerakkoord, vind ik één voorstel terug die het zwerfvuil met 40% kan verminderen. Geen enkele. En daar kan de minister niet op antwoorden. Dus is zij nu bang van de lobby? Of wordt ze onder druk gezet door haar coalitiepartners, zoals bijvoorbeeld de VLD, die er geen voorstander van is? Ik weet het niet. De minister blijkt er wel voorstander van te zijn, maar ze heeft al zoveel bochten gemaakt om het dan uiteindelijk opnieuw niet te doen en te zeggen van oké, laat dat maar over aan de sector. Als zij die doelstelling halen, is dat voor mij oké. Nee, ik vind dat wij zelf moeten begeleiden, de sector begeleiden, ook de producent zelf te gaan begeleiden om die doelstellingen te halen. En vele landen bewijzen het, vele studies bewijzen het. Het invoeren van statiegeld is daar het ideaal systeem voor. Dat zegt Ecover ook, hè? Ecover zegt dat ook, want zij willen een statement zetten nu door het invoeren van een aantal pop-up systemen, waarin dat zij echt wel dat statiegeldsysteem willen invoeren. Maar ook Brussel en Wallonië is al bezig met een aantal proefprojecten daar rond. Dus ook zij geloven daar wel in. Maar alleen Vlaanderen wil dat niet doen. Maar ik vind het een beetje jammer, want ik denk dat de minister tussen hamer en aanbeeld staat. Zij willen het wel, de VLD wil het niet, om welke reden dan ook. De N-VA die speelt een beetje op de beide paarden. Die vinden wel dat er actie moet gebeuren, maar zeggen ook niet 100% op welke manier. Ze zit gevrongen tussen haar coalitiepartners en de sector, zegt u dan? Ja, vooral tussen haar coalitiepartners en ook de sector. Want als bepaalde coalitiepartners vooral willen luisteren naar de sector en zelf het initiatief niet willen nemen, ja, dan moet ze daar ook rekening mee houden. Maar zij weet wat het antwoord is. En op een bepaald moment had ik er vertrouwen in dat zij recht ging voorgaan. Ze heeft dat trouwens ook in het plenair debat gezegd. En dan een aantal weken, maanden later neemt ze een bocht. En is het plotseling, ja, we gaan het overlaten aan de verpakkingsindustrie. En dan wel kijken als zij deze resultaten behalen. Maar ze heeft zelfs nog de metingen niet op basis van wat dat ze dat zal beoordelen. En dat is in de commissie ook duidelijk gezegd geweest. Door al die onduidelijkheden, ja, zorgt men voor die oeverloze discussies. En die oeverloze discussies zullen blijven bestaan, zolang dat de minister geen duidelijke taal spreekt. Ja, en dat is nu nog altijd niet gebeurd, begrijp ik. Ja, het lijkt een beetje op de processie van Echternach en ik stoor mij daar maatloos aan. Want elke dag dat wij geen initiatief nemen of geen beslissingen nemen als beleidsverantwoordelijken, ik noem dat schuldenverzuim. Want dat is elke dag dat we die plastic soep in ons land, maar ook in de wereld vergroten. En wij zijn daar een groot stuk verantwoordelijk voor. En wij zijn ook door de bevolking aangesteld, verkozen om die knopen te door te hakken. En ik vind dat de minister dat niet doet. Ja, dus ook bijvoorbeeld die dunne plastic zakjes voor groenten en fruit, het feit dat daar geen verbod op komt, dat is een gemiste kans. Het gaat gewoon niet ver genoeg. Wel, elke kans die men daarin laat liggen is een gemiste kans, laat dat duidelijk zijn. En er zijn voorbeelden genoeg in andere landen waar het wel uitstekend werd. Dus we moeten zelfs het warm water niet gaan uitvinden, maar doe het alsjeblieft. Ja. En doe dat op korte termijn, niet zeggen van tegen 2022 en tegen 2024. Nee, daar hebben we geen boodschap aan. Er is nu dat er actie moet ondernomen. We hebben in de commissie Leefmilieu het debat al tot een treuren toegevoerd, terecht. Het is een belangrijke discussie, maar nu is het tijd voor actie en beslissingen. En het zomerakkoord is ook al een aantal maanden nodig intussen tijd. En ik vind dat de minister daar blijft wat rond de pot draaien en daar geen duidelijke stellingen in neemt. En ik vind dat een gebrek aan daadkracht. Ja, het thema ligt u nauw aan het hart. U heeft er vast veel mee te maken in Bredene. Wel, ik heb er veel mee te maken als kustburgemeester zelf, maar ik ben ook voorzitter van het kustburgemeesteroverleg, waarin wij heel regelmatig samenkomen met alle kustburgemeesters. En het is een thema die ook daar enorm leeft. De propere strandlopers, dat is een VZW, een burgerorganisatie, die heel wat werk realiseert rond dat thema, gaan wij met de 10 gemeenten, maar ook met de provincie, een stuk financieel ondersteunen om dat thema verder onder de aandacht te brengen. En hoe concreet bijvoorbeeld? Maar elke gemeente zal een bedrag leggen, zodat zij een halftijds personeelslid kunnen aanstellen om die VZW werkende te houden. Want dat zijn allemaal vrijwilligers die uitstekend werk leveren en die de vinger voortdurend ook op de wonden leggen. Maar hoe gaat u de strijd aan tegen zwerfvuil en tegen het gebruik van plastic in uw gemeente? Wel, in mijn gemeente hebben we al heel wat sensibiliserende acties gedaan, die hebben geholpen, want de mensen in het begin kwamen naar het strand, zetten zich neer, maar door gedurende verschillende jaren al heel wat sensibiliserende acties te doen, de mensen op een goede manier te informeren, komen heel veel inwoners naar het strand en voordat zij zich neerzetten, rapen zij het zwerfvuil op het strand, de plastic afval en zo. Dus zij doen er al mee. Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing, ik weet dat ook. Je moet vooral afval voorkomen.
maken dat het afval er niet terechtkomt. En daarvoor moeten alle overheden, Europa, federaal, Vlaams, provincie, lokale overheden, de handen in elkaar slaan. Maar als bepaalde overheden dat niet doen, of te weinig doen, zoals de Vlaamse overheid, ja, je hebt altijd een zwakke schakel die het verder gebeuren dan tegenhoudt. En dat is ook de frustratie van die lokale overheden. Dat is ook de frustratie van die burgerinitiatieven die zeggen van oké, wij willen die stappen wel zetten, maar de overheden die het moeten doen, die blijven een beetje achterop. En dat is een debat die ik zal blijven voeren. Dat is een gevecht die ik hier in het parlement zal blijven voeren om die belangrijke en noodzakelijke stappen vooruit te zetten. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Stief van den Bergen. Graag gedaan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.